Er is wellicht een oplossing in de maak voor voetbalclub Antwerp. Want Saïf Roubi heeft een principieel akkoord met Eddy Wouters over de schadeclaim. Dat heeft ATV vernomen uit goede bron. Roubi wil daar wel wat voor terug natuurlijk. Zo heeft hij vanmiddag de groep rond Gunter Hofmans een nieuw bod gedaan om de club alsnog over te nemen. Het lijkt de enige mogelijke redding voor Antwerpen om de licentie nu donderdag toch nog binnen te halen. De tijd dringt voor Antwerp. Nu donderdag kan de club voor de laatste keer proberen om haar licentie binnen te halen. Probleem blijft de schadeclaim van 5 miljoen euro van oud-voorzitter Eddy Wouters. Dat er geen deal lijkt te komen tussen Wouters en het huidige Antwerpenbestuur, dat is nu wel zo goed als zeker. En dan is de licentie onmogelijk. Maar nu komt Saïf Roubi plots weer op het voorplan. Hij heeft een principieel akkoord met Wouters over de vordering. En dan is die licentie wel opnieuw mogelijk. Het addertje in heel dit verhaal is er wel een met grote impact. Want in ruil wil Roubi Antwerpen overnemen van de groep rond Gunter Hofmans. Roubi deed eerder al een overnamepoging, maar dat lukte toen niet. Nu heeft hij met het akkoord met Wouters uiteraard een bijzonder grote troef op tafel liggen. En dus ligt de bal nu in het kamp van Hofmans. Geeft hij de club over aan Roubi, dan lijkt Antwerp gered en is de licentie haalbaar. Zegt Hofmans nee tegen Roubi, dan zegt Roubi natuurlijk ook nee tegen Wouters. En dan mag Antwerp zijn licentie waarschijnlijk vergeten. Saïf Roubi is momenteel nog niet in ons land, maar hij heeft het akkoord met Wouters en het overnamebod wel al bevestigd op Twitter. Rond 16:30 hield het Antwerpenbestuur al meteen een vergadering op de Bosuil. Daarbij onder andere Gunter Hofmans, Paul Bistiot, Luc van Tillo en Jan Michel. Antwerp heeft niet veel tijd om een beslissing te nemen, want overmorgen moet het dus zijn licentiedossier verdedigen voor het BAS. Die doet dan al meteen vrijdag of ten laatste maandag uitspraak. En dus beloven het nog spannende uren en dagen te worden voor de Great Old.